Uitblazen. Nou, daar gaan ze, jongens. Let op, in deze video wordt geëxperimenteerd met lachgas voor informatieve doeleinden. Het wordt sterk afgeraden deze stunts thuis uit te voeren. Alle proefkonijnen in deze video zijn 18 jaar of ouder. Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe podcast. Na een maandje of twee of drie absentie ben ik er weer eens een keer gezellig. Maar dat komt allemaal omdat mijn lieve nieuwe collega Pauline had gevraagd of ik mee wou doen aan een stukje politiek in Katwijk. Nou, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Nou ja, nu zou je je misschien kunnen afvragen, waarom staan we bij de McDonald's? Ik heb gewoon honger. Hallo, met wie heb ik het genot om hier te staan? Met Herman, oude veldhuis, politieagent. Nou, dag meneer Herman, de politieagent. U bent een soort van jeugdagent, had ik begrepen, in Katwijk? Klopt. Nou, bent u een beetje op de hoogte van de nieuwste trend of de nieuwste rage onder jongeren? Ja, misschien dat u ongeveer weet waar ik het over heb? Ja, ik denk wel dat ik weet waar je het over hebt, ja. Je bedoelt lachgas, toch? Ik bedoel lachgas. Ja, precies. Ja. Vindt u dat lachen? Het ligt eraan wat je ermee doet. Als je het heel veel gebruikt, is het niet meer lachen, denk ik. Wie is Pauline, ja? Paulien. Toch? Ja, waar is Paulien? Laat Paulien komen. Hallo. Daar komt Paulien, onze heldin. Ja. Ik had je gevraagd om ballonnen te halen. Ja, ze hebben dus geen ballonnen meer. Ik weet ook niet wat het is. Nou ja. Paulien, jij bent dus nieuw bij Podcast, hè? Ja, klopt. Het is mijn eerste item, jongens. Mooi, je hebt alles zelf geregeld. Ja, een beetje zenuwachtig, maar hoe jullie het gaan vinden natuurlijk. Maar ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Wij zitten hier bij dokter Molenburg. En meneer Molenburg, kunt u iets over uzelf vertellen? Ik ben huisarts in Katwijk. En dat ben ik al een heel aantal jaar, samen met mijn vrouw. En wij zitten hier natuurlijk voor een verslaving die eigenlijk heel erg actueel is onder jongeren. Namelijk lachgasgebruik. En wat vindt u daarvan? Ziet u gevaren in uw praktijk? Niet direct in de praktijk. Want het is een groot deel buiten de praktijk dat plaatsvindt. Ik vind het wel zorgelijk. Wat je ziet is de toename van lachgasgebruik op dit moment. En jongeren die 5, 10 tot 50 ballonnen gebruiken in één keer. En dat is zorgelijk. Oké, jongens, wij zouden podcast niet zijn als we de realiteit hier niet van zouden testen. Dus wat is hier nou zo lachen aan? Jeffrey, kan jij dat vertellen? Waarom vraag je dat aan mij? Volgens mij ben jij de enige met een beetje ervaring hier. Oké, ik ben geen drugsgebruiker, maar lachgas heb ik wel eens een keer gedaan. En dan gewoon met een slagroompatroontje. Dus het is gewoon lekker klein, een beetje. Het is gewoon leuk te slaggen. En geeft het nou echt zo'n kick? Ja, het is leuk voor 10 seconden. En zeker als je harde muziek erachteraan doet. Wij staan hier bij het gemeentehuis met Dick Oudwater. Meneer Oudwater, kunt u... Dick? Ja, die meneer zegt, voelt me zo oud. Kunt u wat over uzelf vertellen? Ik zit sinds vorig jaar in de politiek, in de gemeentepolitiek voor het CDA. Hé, je hebt jongeren! Ik heb jongeren! Je bent geslaagd, gefeliciteerd! Jullie zijn allemaal geslaagd. Jullie gaan nu een Big Mac halen om het even te vieren. Weten jullie wat lachgas is, jongens? Vertel. Ja, weet ik het. We weten het al. Ja, jij kan het vertellen. Nee, ik heb het nog nooit gebruikt. Weet je wat het is? Ik heb er wel eens van gehoord, zin van die patronen en zo. Denk je dat Katwijkse jongeren het gebruiken of niet? Ja, pas wel. Ja? 100%, het is Katwijk. Ja, kijk, er is veel te doen over lachgas. Hè? Misschien weet je dat zelf ook wel. Er is veel over gelezen, veel over gehoord, veel in de media. Koningsdag gaf helemaal een hoop nieuws over lachgas. Dus dat heeft ons eigenlijk doen besluiten om vragen te stellen van, ja, hoe is het eigenlijk hier in Katwijk gesteld? Oké, nou, let's go, laat zien. Ramsey, heb jij wel eens gedaan? Nou ja, nee. En ik voel mijn hart echt gewoon in mijn keel. Ik vind het zo spannend. Ik vond een jointje eigenlijk al heel spannend toen ik het voor het eerst deed. Maar laatst dan dit. Bevroren longen had ik gelezen. Ja, als je kijkt naar de directe effecten, dan is het voor een groot deel duizeligheid. Ongeveer de helft van de jongeren heeft last van duizeligheid tijdens. Misselijkheid, hoofdpijn, verwardheid, komt allemaal voor. Daarnaast heb je de directe effecten van het lachgas. En dat is vooral als je een patroon meteen in je mond stopt met ademen. Dan krijg je bevriezingsverschijnselen van je mond, van je keel en uiteindelijk kunnen dat ook van je longen zijn. Nou, je longen moeten natuurlijk niet bevriezen, dat is kwalijk. Daarnaast heb je de effecten op lange termijn. Hè, dus als je het langer gaat gebruiken, dan zie je vooral dat vitamine tekorten ontstaan op B12 vitamine. Kan je tintelingen, doofheid krijgen. En je ziet verslaving optreden. Craving, je wil het steeds weer gebruiken. Heeft u wel eens lachgasproblematiek meegemaakt binnen Katwijk? Ja, eigenlijk wel, ja. We zien ze af en toe zien we ze op de grond liggen, de hulsjes. En door het ook wel eens mensen gecontroleerd die hele grote flessen bij zich hebben. Zo dan, maar is het eigenlijk illegaal om zo'n grote fles bij je te hebben? Ja. Ja, het ligt eraan hoeveel het is, maar in ieder geval een gevaarlijke stof die je vervoert. Ik doe het natuurlijk niet, want ik ben minderjarig, maar zij gaan het wel proberen. Enigste reden dat je het niet doet? En omdat ik de stiefdochter ben van Jos Wiene en dit niet heel goed is. Dan heb ik misschien nog een hele brutale vraag. Maar Jeffrey Schreuder, die wil graag zelf lachgas gebruiken. En dan kunt u misschien vertellen wat er dan op korte termijn gebeurt. Is dat oké als we dat doen? Medisch gesproken, hè, zeg je van, je hebt hier één stel hersenen.
Ja, en dat stel hersenen, dat wil je heel graag goed houden. Dat is een kwetsbaar iets. En als je jong bent, zoals Jeffrey, en dan zeg je, ga niet spelen met die dingen. Want het is een kwetsbaar orgaan wat je hebt. Wees er zuinig op. En wat voor maatregelen ziet u in de toekomst? Nou, laten we eerst eens afwachten wat het college gaat beantwoorden op mijn vragen. En aan daarvan kunnen we actie ondernemen van, ja, moeten we dit in de APV opnemen, de Algemene Plaatselijke Verordening opnemen, om dit niet meer te verhandelen in Katwijk? Of moeten we het alleen bij festivals verbieden? Dus eerst even de antwoord afwachten en daarna gaan we verder kijken wat we ermee gaan doen. Ik werk met jongeren, dus ik vind het heel lastig om af te wegen of ik dit moet laten zien, ja of nee. Maar ik denk van, ja, weet je, ik wil niet te preuts worden en Spuiten en Slikken is ook een kanaal door de overheid gesubsidieerd. Dus, Neil, laat ik het gewoon even zien. Oké, en wat doen jullie dan als jullie, zeg maar, jongeren, kinderen of misschien zelfs volwassenen aanhouden met lachgas? Ja, nou, we houden geen jongeren aan met lachgas. Want in de wet is het nog niet zo dat je er helemaal, of dat je er echt heel veel mee kan doen. Alleen het is meer preventief en aanspreken. En jij hebt ervaring, hoor ik. Vertel! Ik ga hier een uitspraak over doen. Ja, maar weet je, lachgas is natuurlijk nog niet illegaal. Dus als je papa en mama dit kijkt, kunnen ze niet boos op je worden. Ja. Wie zit de stook op de achtergrond? Heb jij dan ervaring met lachgas, vriend? Nee, ik zou niet durven. Ik zou niet durven. Nee, je zou niet durven, hè? Zo ben ik niet. En ga nou niet voor zo'n korte trip van een paar seconden, hooguit een minuut, je lichaam op het spel zetten. Zo zonde. Je hebt een prachtig lichaam gekregen en dat zet je op het spel. Ja. Waarom zou je? Alleen maar voor een stomzinnige korte trip? Is het nodig? Ik denk het niet. Ja. Je doet zo'n patroon erin, is een slagroompatroon. Een ooie sissen. Dan, ja, ik moet toch een beetje inventief zijn. Ik douw er zo'n condoompje omheen en ik blaas hem op. Dan geef ik hem aan de Ramsey, zo. Nee. Zo, nee, maar gewoon vasthouden, zo. Niet uit. Ja, gewoon vast blijven houden. Jij kan dit, ik geloof in je. Nee, nou, ik ga ook met je meedoen. Dat is hem dan. En ik vind het heel fijn dat u namens de raad hiervoor wilde spreken met ons. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik ben het van harte met je eens en dankjewel voor het interview. Ander aspect vind ik, en dat moeten we met z'n allen bekijken, dat het ongelooflijk schadig is voor het milieu. Weet je hoeveel keer sterker het is dan CO2? Nee, kunt u mij dat vertellen? Het is 300 keer zo schadelijk. Het is 300 keer zo schadelijk voor het milieu als CO2. Betekent dat we in de afgelopen 2 jaar 500.000 kilo extra lachgas in Nederland zijn gaan gebruiken. 500.000 kilo is berekend door Martin Visser. Is net zoveel als 1 miljoen tickets heen en weer Amsterdam-Berlijn vliegen. Het heeft schade voor de gezondheid en dat wordt gezegd. Dus ja, daar moet wel iets mee gebeuren, ook vanuit de politiek, denk ik. Oké, en welke politieke partij denkt u dan dat het belangrijkste is om dat op te lossen? Ja, niet één, allemaal. Het is het geheel, hè? De gemeente moet het eigenlijk doen. En dan... Hey, maar wat gebeurt hier nou? Wat ben jij nou aan het doen? Kan ik u wat aanbieden? Nee, wat denk je wel? Nee? Ik ben lekker gezond bezig. Uitblazen. Nou, daar gaan ze, jongens. Kunt u ons vertellen wat de gevolgen op korte termijn zijn? Nou, natuurlijk dat je een soort trip krijgt, hè, heel kort. Dus het lachgas verdwijnt bijna onmiddellijk weer uit je lichaam. Je krijgt een zuurstoftekort. Als je het medisch zou gebruiken, wat vroeger veel gedaan werd, dan mengde je het altijd met zuurstof. Nu ga je een ballonnetje vullen en je haalt de hele dot lachgas in 1 keer naar binnen. Als je dan meteen een volgende ballon doet en nog een ballon, hè, 5 achter elkaar, wat helemaal niet uitzonderlijk is, dan zie je dat je zuurstoftekort gaat krijgen. Als je zuurstoftekort gaat krijgen, krijg je misselijkheid, je krijgt hoofdpijn. Op een gegeven moment ga je oud, hè, dan val je gewoon flauw. Duurt wel een beetje lang. Jeffrey, eerste gedachte. Kan ik jou dan wat aanbieden, Ramsey? Nou ja, ik heb het oprecht nog nooit gedaan en ik weet niet of het zo verstandig is. Herman, wat denkt u? Lekker niet doen. Wil je gezond blijven, moet je het gewoon niet doen. Niet doen? Nee, joh. Nou ja, ik vind dat wij dan ook het voorbeeld moeten zijn met de politie, met Herman. Herman, lachgas. Niet doen. Lachgas is niet... Niet tof. En ook niet lachen. Hij heeft het helemaal niet. Ik vind het echt het domste wat ik ooit heb gezien. Oh god, ik voel hem nu wel. Kijk uit. Dus het directe effect is zuurstoftekort met daardoor klachten.
Een zuurstoftekort is niet goed voor je hoofd. Dat weten we allemaal. Maar dat moet je niet te lang achter elkaar gaan doen. Dus heb je nog wat te zeggen? Nou ja, ik zie alles een beetje draaien, maar verder mis je niet echt veel. Ja, dit is niet goed. Volgens mij heeft Jesse hem aardig te pakken. Vertel, wat voel je? Geen commentaar. En wat vinden jullie nou van lachgas? Moet dat verboden worden? Mag dat gewoon lekker zo blijven? Lekker doen wat je... Ja, mag wel blijven. Je doet het zelf toch? En het is klaar, maar het schijnt ontzettend veel gezondheidsproblemen met zich mee te brengen. En dat jongeren tegenwoordig hele tankjes lopen in plaats van kleine ballonnetjes. Dus dit was 20 seconden en is klaar. Ja, en nu sta ik hier weer terwijl zij allemaal hamburgers te halen zijn. Hartstikke slecht voor je. Hamburgers zijn ontzettend slecht voor je. Wat ook slecht voor je is, is lachgas proberen. Dat is niet goed. Moet ik zeggen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Wij hopen dat we jullie meer hebben geïnformeerd over lachgas. Je stiefpa is Jons Wiene en alsnog praat je met je mond vol.